Na dagen zoeken in de Atlantische Oceaan komt alle hulp te laat voor de passagiers van de onderzeeër Titan. Björn Soenes keek naar de persconferentie van de Amerikaanse kustwacht. Storm in de wedstrijd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau wordt aangeklaagd voor zedenfeiten. En federaal minister van Buitenlandse Zaken Hajda Labib die ligt zwaar onder vuur. Tijd voor Ivan de Vadder. En volgende week start de zomervakantie en jullie hebben recht op deconnectie. Deconnect wat? Straks meer daarover. Een heel goeie avond en heel welkom bij Laat. Een expeditie naar het iconische wrak van de Titanic eindigt met de dood voor 5 mensen. Op de bodem van de Atlantische Oceaan zijn brokstukken gevonden van de onderzeeër Titan. Het zou gaan om het landingsgestel en ook een achterklep. Sinds zondag werd met man en macht gezocht naar de Titan en haar 5 passagiers. This morning, an ROV, a remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic, discovered the tail cone of the Titan submersible, approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. Ja, voor een woordje uitleg gaan we nog even naar de VS, naar New York, naar onze Björn Soenes. Björn, jij hebt die hele persconferentie van de Amerikaanse kustwacht gevolgd voor ons. Vertel eens, hebben we al enig idee wanneer dit gebeurd is en hoe? De timing kunnen ze niet precies uitdrukken, maar we kunnen het allemaal goed inbeelden wat er wellicht is gebeurd. Het contact met de Titan is verloren gegaan 1:45 nadat hij was te water gegaan, gedoken is richting Titanic. Is ook daar in die buurt teruggevonden. Het radiocontact is daar verloren gegaan, wellicht op het moment dat hij de bodem heeft bereikt. Wellicht is daar de cabine ontploft en is men al dood. Die 5 mensen zijn wellicht al dood sinds zondag. Men kan dat niet met zekerheid zeggen. We zullen dat wellicht ook nooit met zekerheid weten, maar dat is het vermoeden dat er daar iets catastrofaals gebeurd is en dat daarom het radiocontact verloren is gegaan. Die zondagochtend, die fatale zondagochtend. Men vermoedde eerst, misschien is er een botsing geweest met het wrak van de Titanic, maar die brokstukken zijn teruggevonden, Riaad, op zo'n 400 meter van de wrakstukken van de Titanic. Dus er is geen sprake van een botsing. Wellicht is de druk te groot geweest op die 3800 meter diepte en is die cabine gewoon geïmplodeerd. Ja, Björn, de voorbije dagen, toen we er nog van uitgingen dat die passagiers misschien nog in leven waren, hoorden we heel veel verhalen van dat zal niet evident zijn, urenlang vastzitten in die Titan. Maar we mogen er nu van uitgaan dat die mensen plots overleden zijn of hebben we daar al enige indicatie van? Wel, als inderdaad iets catastrofaals is gebeurd met de drukkamer, dus die cabine waar ze met 5 opeengepakt zaten, want we weten allemaal dat daar weinig ruimte was, dan zullen ze er allicht niet veel van gevoeld hebben. Want als die cabine implodeert of zij komen in contact met de druk van het water op 3800 meter diepte, dat overleeft geen mens. Normale duikers gaan niet dieper dan 40 meter. Die druk is al onhoudbaar. Het wereldrecord, Riaad, van diepzeeduikers staat op 250 meter, maar de man die het heeft gedaan, is bij het naar omhoog komen, heeft die hersenschade opgelopen. Meestal, als dit gebeurt, dan zullen die mensen meteen klaplongen hebben gekregen. Alles is ineengeklapt door die immense druk. Daarna zijn hun lichamen wellicht vol water gelopen door die immense druk. En de vraag kwam op die persconferentie, gaan we die ooit terugvinden? Wat gebeurt er met die mensen? En dat is de vraag, gaan die mensen nog ooit teruggevonden worden? Die lijken, het is zeer onwaarschijnlijk. Ja, Björn, er kwam de voorbije dagen ook wel wat kritiek. Ten eerste, dit zijn commerciële expedities naar Titanic, maar ook heel wat vragen over de veiligheid, specifiek van dit bedrijf, ook de voorbije uren en dagen. Wat denk jij voor de toekomst van dit soort, ja, dus ook lucratieve expedities?
Wel, de eigenaar van dit bedrijf dat dit soort expedities organiseerde, is een van de overledenen. Dus dat is al geen goed nieuws voor dat bedrijf. De vraag is, komen er ook schadeclaims van familieleden van die avonturiers die dit hebben gedaan? Of hebben ze vooraf een papier ondertekend dat ze afstand nemen van alle risico's, dat ze weten dat dit risicovol was? Dat weten we niet. Maar iedereen beseft nu wel dat er weinig of geen regels zijn gevolgd, dat er geen instantie is geweest die dat allemaal heeft goedgekeurd, dat het dus een gebrek is aan regelgeving en het vergunningsbeleid niet op punt staat. Dus ik vermoed dat dit voor enige tijd zal worden opgeborgen. Men zal niet het risico nemen om nu binnen de kortste keren opnieuw zo'n vaartuig richting Titanic te sturen en weer miljoenen te moeten uitgeven aan een dure zoekactie die uiteindelijk alleen maar de dood kan vaststellen van de inzittenden of opvarenden. Ja, en zo levert Titanic meer dan 100 jaar nadat hij zelf gezonken is opnieuw een toch wel triest verhaal op. Dankjewel, Björn vanuit New York, voor je verslag daar. De hemelsluizen die stonden vandaag fors open in ons land. De regen viel hier echt wel met bakken uit de lucht. En wanneer dat het geval is, dan houden ze in Wallonië toch ook wel een hart vast. Want na de hevige overstromingen van nu bijna 2 jaar geleden zit de angst er bij een groot deel van de bevolking daar nog goed in. Want tot op vandaag krijgen ze daar nog hulp van vrijwilligers om hun leven te kunnen hervatten. Jawel. Onze reporter die komt mee met een van die vrijwilligers naar Troos in de provincie Luik. Vous êtes pas ici, mais vous connaissez bien la région. Oui, d'autant plus que ça fait 2 ans qu'on travaille comme bénévole pour aider les sinistrés. On est venu partout, oui, toute la vallée. Ici, vous avez la cité de la Fonderie qui a été complètement inondée puisque c'est une île. Vous avez de l'eau qui passe de chaque côté. Ouais. Et les maisons ont été complètement sinistrées. Mais voilà, on voit vraiment l'état. Et toutes les maisons sont comme ça. C'est vraiment devenu une cité fantôme. Ça montre la puissance de l'eau, la catastrophe, et où en quelques instants, ben, des gens peuvent tout perdre, y compris la vie. Et c'est vrai que quand on voit des temps comme aujourd'hui, forcément, la peur, elle est là. Les gens n'ont pas envie de revivre ça une deuxième fois. Et est-ce que la ville s'est préparée maintenant pour la pluie de nouveau? Je pense que la ville fait certaines choses. Maintenant, après, voilà, on a une situation comme ici, où on voit l'état des égouts. Le problème, c'est que les égouts sont complètement bouchés par manque d'entretien. Et une fois que les égouts sont bouchés, ben, quand on a un temps comme aujourd'hui, ben, ça peut vite mener à la catastrophe, évidemment. La ville ne fait pas assez. Le problème, c'est que le bourgmestre ici a répondu que c'était pas de sa compétence, que c'était du SPW, donc le service public de Wallonie. Mais est-ce le citoyen, est-ce le bénévole qui doit faire le travail, qui doit contacter le service public de Wallonie pour qu'on vienne entretenir les égouts? Salut Paolo. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va bien. Terminé les courses. Parce qu'il y a une rivière là derrière qui passe. Ouais, ouais, ouais. Et tout était inondé jusqu'à la rivière. Et maintenant, est-ce que vous avez peur? Maintenant, on a des petites craintes quand il fait comme ça. Et on a quand même monté quelques trucs à l'étage, on ne sait jamais, pour la nuit. Donc ma femme a commencé par les souvenirs des enfants, etc., pour pas que ça soit inondé directement. On a pris des provisions aussi pour monter à l'étage. De la nourriture? Oui, de la nourriture, oui. Est-ce que les villages ici sont prêts pour de nouvelles inondations? Donc, je ne pense pas non que si demain on a une nouvelle catastrophe, que les choses vont s'arranger. Chacun fait ce qu'il peut, les gens prennent leurs précautions aussi de leur côté, ce qu'ils ne faisaient probablement pas il y a 2 ans. À l'heure actuelle, les gens anticipent au cas où, mais ça c'est la peur aussi, la peur que ça recommence. Ja, stormachtig weer in ons land en ook toch wel wat storm in de wedstraat. En dan vooral rond de positie van minister van Buitenlandse Zaken, Hajda Labib van MR, de Franstalige liberalen.
De minister die had gisteren samen met de premier al uitleg gegeven in de Commissie Buitenlandse Zaken. En dat over de omstreden visa die verleend werden aan een Iraanse delegatie die op bezoek was in Brussel. Maar verschillende partijen vonden die antwoorden onvoldoende. En die vinden dat de minister minstens haar excuses moet aanbieden. De kwestie was dan ook vandaag opnieuw een hot topic in de Federale Kamer. Collega's, alsjeblieft. Wij beginnen met meneer de premier. Meneer de premier, heb u nog een bestuurdersploeg of is het een zootje ongeregeld? Ongeregeld. Naast dweil van de Wetstraat, ook dweil van Iran, liever dan een diplomatieke rel te hebben met een schurkenstaat. Vindt u dat minister Labib een rode lijn overschreden heeft en vindt zij niet dat zij de eer aan zichzelf moet houden? Zorg dat liegende Labib opstapt en haar verantwoordelijkheid neemt. Qu'allez-vous faire, monsieur le Premier ministre, pour restaurer la confiance au sein de ce gouvernement à un moment où clairement nous n'avons pas besoin d'une crise? Als het parlement vraagt dat ministers duidelijkheid geven, dan moeten ze die duidelijkheid geven. En als het parlement dat opnieuw wil doen, dan heeft ze het recht om dat te doen. Maar de commissie van gisteren, het incident is wel gesloten. Ja, case closed dus volgens premier Alexander De Croo toch. Maar de rest van de Vivaldi-regering, die denkt daar ja toch wel anders over. Er is een vertrouwensbreuk. Die vertrouwensbreuk moet hersteld worden. Dus de minister heeft veel werk op dat vlak. Zomaar tot de orde van de dag gaan kan uiteraard niet. Maar ik denk, hoe dan ook, we verwachten signaal. Labib moet met excuses komen, dat is duidelijk. De eerste minister heeft zo net gezegd, het incident is gesloten, dat is het voor ons niet. Ja, het stormt deze dagen in de Wetstraat, dat mogen we wel zeggen. Daarom zit jij hier, Ivan de Vatter, onze politieke analist. Ivan, op dit moment, de minister van Buitenlandse Zaken, Hajda Labib van MR, ligt onder vuur. Leg nog eens uit waarom. Wat verwijten ze haar? Oppositiemeerderheid? Als je teruggaat, gaat het over een burgemeestersconferentie die in Brussel heeft plaatsgevonden en waar dus een delegatie uit Iran aanwezig was. En daar zijn visa voor verstrekt. Daar heeft trouwens al een staatssecretaris in Brussel ontslag voor genomen, omdat die de uitnodiging had verstuurd. En een van zijn medewerkers had ook de ontelkosten van die delegatie betaald. Fout van de medewerker, ontslag van de minister. En daarmee is eigenlijk alle aandacht naar de minister van Buitenlandse Zaken gegaan, die dus de visa heeft afgeleverd. Okay, je zegt alle aandacht naar de minister van Buitenlandse Zaken. Ivan, toch was het vandaag de premier, ja, die de vragen beantwoordde in het parlement. Waarom hij en waarom niet? Omdat dat met een hele procedure te maken heeft. De minister van Buitenlandse Zaken is in de commissie ondervraagd en daar is een motie ingediend om haar ontslag te vragen. Daar is een tegenmotie van de meerderheid, maar zolang die motie loopt en eigenlijk niet afgelopen is, mag zij niet in de plenaire vergadering ondervraagd worden. En dus had het ook weinig zin, tenzij ze zichzelf had aangeboden om andere vragen in dat vragenuurtje aan haar te laten stellen. En dus was het de premier die vragen kreeg over het vertrouwen in zijn regering en dus eigenlijk ook niet mocht antwoorden op de grond van de zaak die in die commissie moet worden behandeld. Oké, dus vragen voor de premier. En welke indruk heeft hij vandaag op jou gemaakt? Wel, de premier heeft geprobeerd om zijn meerderheid rangen te doen sluiten. Hij heeft letterlijk gezegd, het incident is gesloten en nee, mijn regering leidt daar niet onder. En ja, we kunnen nog verder werken aan verschillende akkoorden die moeten afgesloten worden. We gaan dat dit weekend blijven doen. Maar meteen kreeg je ook de reactie van de groene partijen aan de twee kanten van de taalgrens en de socialistische partijen aan de twee kanten van de taalgrens, die eigenlijk lieten verstaan, deze zaak is helemaal niet afgesloten. Wij verwachten nog altijd een signaal van de minister, een excuus, een knieval, op een of andere manier toch een teken dat er een schuldbesef is dat zij wel degelijk een rol heeft gespeeld in dat afleveren van die visa van die Iraanse delegatie. Oké, dat is afwachten of dat er komt. Ik kom met jou ook eens doorgaan op de rol die de voorzitter speelt van de MR. Ja. Georges-Louis Boucher. Hij was vanavond te gast bij onze Franstalige collega's van de RTBF. En daar, Ivan, was hij toch vrij duidelijk van fouten is geen sprake, zei. We zullen samen eens luisteren. Si la ministre Hajda Labib doit partir, c'est l'ensemble du MR qui quitte le gouvernement fédéral. Je n'envisage jamais les choses qui sont pas probables, qui sont improbables. Et donc Hajda Labib n'a pas commis de faute. Et donc quand on ne commet pas de faute, on ne démissionne pas.
Ja, dat is wel een heel nauwe definitie van politieke verantwoordelijkheid. Hè? Want je kan ook ontslag nemen omdat je eigenlijk niet meer kan functioneren. Omdat een meerderheid niet meer vertrouwen in je heeft. Omdat een medewerker een fout heeft gemaakt. Er zijn wel meer redenen om ontslag te nemen. Maar eigenlijk zet de MR de hakken in het zand. En nu is het uitkijken naar de reactie van die andere partijen die knieval verwachten van de MR, die er duidelijk niet komt. Wat gaan zij nu zeggen? Gaan zij zich neerleggen bij de positie van de MR die eigenlijk zegt, wij doen niks? Of zullen zij een stap verder gaan? En dat is wat er nu aan de hand is. Dat is de opbouw van de spanning die uiteindelijk, als dat verder gaat, stapje per stapje, eigenlijk wel de regering in een heel gevaarlijke situatie kan brengen met mensen die nu al denken aan een eventueel ontslag van minister, regering, tot zelfs vervroegde verkiezingen toe. Dus je voelt dat de spanning in de wedstrijd enorm aan het stijgen is. De spanning is aan het stijgen. We zullen afwachten wat dat de komende dagen dan wordt. Ongetwijfeld ook bij de Partij Vooruit, Ivan, is de spanning aan het stijgen, denk ik. Het was ook voor hen een bewogen dag vandaag. Een eerste officiële echte klacht tegen de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, bij het Antwerpse parket, wegens zedenfeiten. Het is allemaal nogal vloe, maar wat weten we al precies over dit dossier? Het is een klacht van een 26-jarige man, ingediend, zoals de advocaat van die man ook zegt, wegens zedenfeiten. Maar meteen de reactie van de partij, die meteen spreekt van een heksenjacht. Wat dus ja, toch wel een heel ander beeld schetst. Een heel scherpe reactie trouwens van de partij naar andere politieke partijen die heksenjacht veroorzaken. Ook een aantal journalisten in de media die daarin meegaan en die elke keer geruchten, verzinsels, ik citeer de woorden die in het persbericht van Vooruit staan, ja, blijven rondstrooien en die heksenjacht tegen de voorzitter eigenlijk veroordelen. Nu een klein detail. Je zegt wel een klacht van een betrokkenen, ja, maar in C leidt het op dit moment tot hetzelfde als wat we tot nu toe wisten. 2 vooronderzoeken. Eentje ervan geseponeerd. Er komt nu een derde vooronderzoek van het parket. En ja, nogmaals, we zullen moeten wachten wat dat vooronderzoek oplevert. Zoals ik al zei, er is al 1 geseponeerd. Dus dat is een mogelijkheid die ook bij dit nieuw onderzoek bestaat. Je zei het zelf al, hè? Forse communicatie vanuit de Vooruit. Woorden zoals een heksenjacht, doelbewuste campagne. Ze willen de voorzitter in een heel slecht daglicht plaatsen. Verrast jou die heel forse communicatie van Vooruit? Ja, voor een stuk wel, omdat tegelijkertijd hoor je pleidooien bij verschillende mensen van die partij om te zeggen van stop, iedereen kan een klacht indienen, laten we het gerecht zijn werk nu eerst maar doen en laten we kijken wat het resultaat is van die klacht. Wel, misschien moet de partij dat ook, dat respect gunnen aan diegene die die klacht indient en kijken wat daarvan komt. Want nu lijkt het wel alsof degene die de klacht heeft ingediend en iedereen die daar rond zit, die hele entourage, meteen heel erg in een hoek worden geduwd. Dat is de verdediging van de partij natuurlijk. Maar tegelijkertijd duw je die dan ook heel sterk in die hoek. Terwijl, laten we het gerecht zijn werk doen en laten we kijken wat daar het resultaat van is. Oké. Ik was begonnen met te zeggen, bewogen week in de wedstrijd, zowel bij de federale regering als bij Vooruit. Gelukkig ben jij er dan, Ivan de Vadder, om ons wat analyse en duiding te geven. Dank je wel voor vanavond. In de bus zitten dan dat we hier eigenlijk zijn geweest. Ik vind het heel jammer omdat het regent ook en het is koud en anders ben je heel te kletsnat. Ik zou ook graag nog frietjes hebben gekocht en een burger. Problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas?
Eerst was het zo'n goede onderbroek die helemaal wit was en schoon. En nu is die zo kapot en vies. En ja. Halleluja, er is een nieuwe aartsbisschop in ons land. En dat is deze man, de 54-jarige Luc Terlinden. Hij volgt Jozef de Kesel op, die vorig jaar aan de paus zijn ontslag heeft aangeboden. En intussen is hij ook kardinaal geworden. Terlinden was tot nu toe vicaris-generaal van het aartsbisdom. Dat is een priester die een bisschop bijstaat. Nu wordt hij dus het hoofd van de katholieke kerk in ons land. En Terlinden wil vooral zijn ervaring als priester meenemen naar zijn nieuwe functie, zegt hij. Daar heb ik geleerd om dicht bij de mensen te zijn. En ik vind dat zo belangrijk. Hè? Ook als bisschop. Dat is ook mijn doel, om niet altijd in Mechelen daar te blijven, maar ook naar de mensen te gaan en de mensen te ontmoeten. Ik vind dat zo belangrijk ook. Hè? Ja, binnen de katholieke kerk is aartsbisschop een hoge functie, maar niet de hoogste functie. Want de leider van de kerk, dat is uiteraard deze man. Dat is de paus, dat is nog altijd paus Franciscus. Hij is meteen ook een politieke leider, want hij is ook nog eens de vorst van Vaticaanstad. Onder de paus komen dan deze mannen. Dat zijn kardinalen, zoals onze eigen Jozef de Kesel. En zij leiden de verschillende bisschoppen en ze zijn ook lid van het college van kardinalen. Hun grootste taak, dat is het kiezen van een nieuwe paus. Kardinalen die trouwens paus willen worden, die moeten jonger zijn dan 80 jaar. En dan volgt naast de kardinalen, zien we hier staan, de aartsbisschop. Dat zijn dan weer de leiders van de verschillende bisdommen en kerken binnen één regio. In dit geval in ons land gaat het over België. En aartsbisschop ben je tot je 75 jaar en dan ga je met pensioen. Daaronder heb je dan de gewone bisschoppen. Bisschoppen moeten minstens 35 jaar oud zijn. En ze moeten ook al zeker 5 jaar gewijd zijn. En bovendien, hoge eisen, ook nog eens een doctoraat in de theologie op zak hebben. Hier hebben dan ook nog de priesters en de diaken staan. Die komen daaronder. Wat is een diaken? Wel, dat is iemand die een beetje hetzelfde doet als een priester. Hè? Want hij mag namelijk ook dopen, begrafenissen of wat zie ik hier nog, huwelijken gaan uitvoeren. En helemaal onderaan de piramide binnen de katholieke kerk hebben we de leken. Dat zijn zeg maar de gewone gelovigen. Mensen die dus geen functie uitoefenen binnen de kerk. Luc Terlinden is dus onze nieuwe aartsbisschop. Volgende week krijgt hij in Rome van paus Franciscus het zogenaamde pallium. Dat is een teken van zijn ambt en verbondenheid met de kerk van Rome. Terlinden die kiest ook een spreuk die zijn ambt moet omschrijven. En hij kiest namelijk voor deze. Het is deze, Fratelli Tutti. Als ik dat even vrij zou vertalen. We hebben één meester en we zijn allemaal broeders. Terlinden die wil dan ook vooral een verbonden gemeenschap creëren. Het is vooral een aandacht voor de gemeenschappen en de mensen zelf. Hè, om een uitstralende en levende gemeenschap op te bouwen. Hè. Dus misschien minder gemeenschap, maar levende en uitstralende. Hè. Ook een aandacht, speciaal aandacht voor de jongeren. Hè. Ik was veel bezig met jongerenpastoraal. Hè, maar dat blijft ook in mijn hart. En dan gaan we het nog even over deconnecteren hebben. Deconnectie, juist wie het nog niet kent, ik help even. Dat is het recht om niet te moeten reageren op telefoons of mailtjes van je werkgever die buiten de werkuren binnenlopen. Je werkgever mag dus niet verwachten dat je elk moment bereikbaar bent en blijft. En dat is sinds 1 april ook officieel in een wet gegoten. En deconnecteren, dat is, laat ons eerlijk zijn, niet voor iedereen even makkelijk. Meestal lees ik geen mails na mijn werkuren. Het zou alleen maar in het geval zijn dat er echt dringende zaken zijn. Dus telewerk is het moeilijker, maar nu ben ik terug van het werk en nu ga stoppen met mijn mail te lezen enzovoort. Maar eigenlijk is het wel gemakkelijk voor me om los te komen van het werk, want ik plaats mijn werk-pc gewoon op het werk. Als je de hele dag al achter zo'n scherm zit, dan mag het op een zeker ogenblik wel eens opvallen.
natuurlijk dat elk project op tijd wordt afgeleverd, zo goed mogelijk. We hebben klanten die wachten, die bepaalde verwachtingen hebben. Dus dat betekent dat ik mijn pc meeneem, s'avonds, in het weekend ook. Dus ik zou zeggen, mijn verantwoordelijkheid is op dit moment niet zo makkelijk om te deconnecteren. Ja, we gaan er nog even op door met Rosanne Volkaert, preventieadviseur bij IDW. Dat is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Volgend weekend is het 1 juli, start van de zomervakantie. Veel mensen willen dan even alles loslaten van het werk. Maar het is voor veel mensen blijkbaar lastig, hè, dat deconnecteren. Maar waarom is dat zo belangrijk? Ja, wel, omdat we weten dat dat natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is van mentaal welbevinden. Het is door te deconnecteren, door voldoende te kunnen ontkoppelen, dat we ook net creatief kunnen zijn, dat we tot inzicht kunnen komen en dat we ook betere beslissingen kunnen nemen. Dus het is ook gewoon belangrijk om uw werk enerzijds goed te kunnen doen en ons beter te kunnen voelen, want we weten ook dat... als we ons heel gestresseerd voelen, iets dat wel alomtegenwoordig is in onze maatschappij tegenwoordig, dat het net ook zo belangrijk is dat we kunnen recupereren van die stress, om ervoor te zorgen dat het niet chronisch wordt, dat het niet gaat opbouwen. En ontkoppelen of deconnecteren kan een manier zijn om te doen, om aan die recuperatie te kunnen doen. En natuurlijk is het ook niet de enige manier. We kijken graag naar brein. Vriendelijk werken als het ruimere begrip, hè, waar ontkoppelen of deconnecteren een deel van uitmaakt. Maar het is ook net ook in die focus kunnen gaan, niet afgeleid kunnen worden. Het is ook structuur kunnen brengen. Het is ook net wel in verbinding kunnen staan en wel kunnen connecteren. Dus het is een begrip dat ook wel heel wat extra... Het is een breed verhaal. Het gaat vooral dan ook over mentaal welzijn. Maar het recht op deconnectie, dat is nu in een wet gegoten. Ja, klopt. Sommige mensen denken dan, hebben daar nu eigenlijk in godsnaam een wet voor nodig om dat soort dingen te gaan bepalen, te gaan organiseren voor ons? Ja, goede vraag. Want op zich was het ook wel al... kwam het ook al aan bod daarvoor en waren er zeker al organisaties mee aan de slag vooraleer er ook een wetgeving rond bestond. Maar we zien wel dat door er een wetgeving nu is, dat er ook wel veel meer interesse rond is, dat het ook wel effectief meer over gesproken wordt. En het is die dialoog dat net ook heel belangrijk is en dat we heel hard willen aanmoedigen dat organisaties het enerzijds in hun arbeidsreglement zetten zoals het nu ook wel verplicht wordt. Maar daarnaast dat hopelijk er vooral ook toe leidt dat het op teamniveau wordt besproken. Want het is op dat niveau dat... dat er net heel belangrijke afspraken kunnen maken. Het is één ding als uw organisatie zegt van zorg ervoor dat... Of wij verwachten niet dat je mails nog aan het lezen bent na het werk of dat je telefoons beantwoordt. Maar het is vaak, als je dan in een soort cultuur zit binnen je team, waar er wel die verwachting lijkt te zijn dat je in het weekend mee bent of dat je toekomt op het werk de volgende werkdag en dat je toch wel het een en het ander hebt meegenomen tijdens je tijd thuis, dan... Dan mag zo'n wet er mooi staan of zo'n reglement er mooi gewoon, staan. Maar is het misschien des te door de letter worden op papier? Want inderdaad... Dus door die wetgeving is die dialoog dan natuurlijk hopelijk in gang gezet. Mm-hmm. Want die wet is er nu, maar waarom slagen veel mensen er blijkbaar toch niet in om te deconnecteren? Is dat inderdaad dan groepsdruk misschien, als je in WhatsApp-groepen of in Slack-groepen of in Teams dingen zit? Ja. Is het misschien ook ambitie hebben op je werk en denken dat je misschien kansen gaat ontlopen als je niet overijverig tot middernacht zit te teksten met een klant of weet ik veel? Mm-hmm. Ja, exact. Ik denk dat je er al twee hele belangrijke uithaalt. We gaan... sowieso die groepsdruk inderdaad een stuk voelen. Hè, van wat speelt er in ons team? Wat wordt er verwacht? Wat voor voorbeeldrol speelt mijn leidinggevende hier ook in? En wat is die aan het doen? Of wat lijkt die ook te verwachten? Het zijn daarom niet altijd uitgesproken regels, maar heel impliciete normen of dingen die lijken te bestaan, die ervoor zorgen dat mensen daar toch wel een druk rond voelen. En we zijn uiteindelijk nog altijd sociale wezens. Wij willen graag erbij horen. Wij willen graag deel uitmaken van die groep. En we willen het ook gewoon goed doen. Hè. Dat is het tweede deel dat je ook al aanhaalde. Van, het is maar door... doordat we net vaak ons werk goed willen doen, doordat we dat graag doen ook, denk ik, hè, dat we daar nog meer inrollen en daarmee bezig zijn. En we weten ook dat door het hybride werken, door het telewerken, dat wij nog meer in een soort vervaging zijn gekomen tussen werk en privé. Dat die grenzen niet meer altijd even duidelijk zijn, dat die niet altijd even afgebakend zijn. En
Dat is in C ook wel oké. Okay, want we willen die autonomie ook nog wel behouden als individu. Hè. We gaan er ook nooit voor pleiten om daar echt heel strikte grenzen in te maken. Maar het is ook... ook wel nuttig om te weten of te voelen van oké, maar het mag ook wel binnen mijn groep, want anders gaat die autonomie ook te ver gaan. Mm-hmm. Ja, ik heb het al een aantal keer gezegd, volgend weekend 1 juli, start van de zomervakantie. Veel mensen gaan proberen dat fameuze werkjaar een beetje los te laten. Mm-hmm. Misschien een onnozele vraag om af te ronden. Is er nog één gouden tip voor mensen die toch zo diehard vasthangen aan die smartphone, aan die mailbox, om het misschien toch te kunnen loslaten? Ik denk dat er heel veel tips zijn die er omgegaan hebben. We hebben het dan over notificaties afzetten, je mailbox natuurlijk niet open doen of duidelijke afspraken maken bij je collega's. Maar ik denk dat de grootste tip dat ik kan geven vandaag vooral is durf het gewoon ook te doen. Durf jezelf is te gunnen om die niet op te doen. En als je die drang toch voelt of merkt van waarom, om dat misschien eens te gaan verkennen. Dus ik denk dat mijn grootste tip is van doe het gewoon. Probeer het toch eens. Ik denk dat we misschien niet altijd even onmisbaar zijn als dat we misschien denken. Nee, dat is inderdaad zo. Dus ik ga meteen doorgeven aan mijn eindredacteur die in mijn oortje zit hier. Binnen een tiental minuten is de uitzending gedaan en dan moet hij mij met rust laten. Tot morgenmiddag. Goed. Rosanne Volkaert, dank je wel tot hier te komen. Natuurlijk. Hier komt hij, de nieuwe Belgische kampioen voor de 3e keer in zijn carrière. Wordt Bart van Aert Belgisch kampioen tijdrijder. Ja, het is gewoon mijn tweede koers dat ik dit jaar win. En daar heb ik toch al lang naar uitgekeken om nog eens het hoogste schavotje te staan. Jawel, voilà, Remco Evenepoel in de gracht terechtgekomen. In het begin van zijn tijdrit is 3 minuten onderweg. Dit is een oefenmatch, lijkt het wel. Oh, mooi. Tikje, volleybaltikje van Almand. Prachtig gespeeld. En voor we afronden, nog wat sportief nieuws. Want morgen start de rally van Ypres. Dat is de belangrijkste rally van ons land. En vandaag al kwam Tom Boonen, jawel, Tom Boonen, in actie. Hij maakte namelijk de droom van Lens allerwereld waar. Lens die leidt aan de ziekte van Duchenne. Dat is een erfelijke spierziekte. En via Make-A-Wish kreeg hij de kans om samen met Tom Boonen in een Porsche 997 de zogenaamde shakedown af te werken. En dat viel enorm in de smaak. Lans, hoe was de ervaring? Het is supercool. Wat was er nu het leukste in de Porsche? Met dat tambon zo rap reed. Dat was een speciale dag, ja. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, want al de hele dag zelf zo'n beetje geëmotioneerd ervan. Wat een mooie dag voor hem en voor mijzelf ook. En dan helaas ook nog wat triest nieuws uit de sportwereld. Want zo net hebben we vernomen dat de voormalig rode duivel Stefan de Mol op 57-jarige leeftijd overleden is. Hij zou gestorven zijn aan de gevolgen van een hartstilstand. De Mol die voetbalde in ons land onder meer bij Anderlecht en Standaar. Hij speelde ook 38 wedstrijden in het shirt van de rode duivels. En met dat toch wel trieste bericht neem ik hier afscheid. Dank alleszins voor het kijken. Nog een heel fijne avond hier op VRT1 en heel graag tot morgen. Dag.